Ik zal proberen om heel kort even te schetsen waarom jullie hier zitten, waarom hier en in welk kader dat dit allemaal gebeurt. Als je dat hoort vertellen, je hoort er iemand over vertellen en die heeft het over de CIFs en de COA's en de CAH en meeting point, akkerbouw en dat soort dingen, dan kan ik me levendig voorstellen dat het je duizelt. Waar het allemaal om draait, en dat is de ontwikkeling waar jullie vast ook zijdelings of direct van gehoord hebben. Waar het allemaal om draait is dat opleidingen die zich bezighouden met landbouw, met het opleiden van goede vakmensen voor later binnen die landbouw, binnen de sector, zowel op mbo als op hbo gebied, dat die steeds meer en beter met het bedrijfsleven gaan samenwerken. Dit is daar een vorm van. Deze dagen die organiseren we samen met het bedrijfsleven om jullie eigenlijk het neusje van de zalm te laten zien. De laatste ontwikkelingen op een aantal gebieden. In dit geval dan op het gebied van de aardappelteelt en vandaag dan op het gebied van bodem en bemesting. Dat heeft ook te maken met samenwerking van het bedrijfsleven met het HBO. En dat heet dan met een moeilijk woord Center of Expertise. Dat doen wij hier op de CAH ook. Daar zit in vergelijking met het CIF, met het MBO, zit er een stukje onderzoek bij, praktijkonderzoek. En dat doen wij hier ook. Daar krijg je vanmiddag ook iets van mee. Daar krijg je iets, daar gaan we je iets van laten zien. En in al die ontwikkelingen, en daar draait het om, heeft de bodem een centrale rol. En wij zitten nu weer in een tijd, al een aantal jaren gelukkig, waarbij het besef weer groeit dat die bodem ontzettend belangrijk is. Dat dat een hele belangrijke productiefactor is in de landbouw. En dat het daar, hoe je er ook naar kijkt, of je er vanuit milieu-oogpunt naar kijkt, of je er vanuit productie-oogpunt naar kijkt, is dat productiefactor nummer 1, is dat een factor om rekening mee te houden en om vooral ook met respect mee om. Het belang van bodem wordt niet alleen ingezien binnen de landbouw en binnen de keten van de landbouw, maar ook daarbuiten. En al jarenlang ben ik bijvoorbeeld betrokken als bodemkundige bij het Forensisch Instituut, waar men werkt aan milieudelicten, moordzaken, dat soort dingen. Daar word ik als bodemkundige af en toe bij betrokken om vooral te kijken wat er niet in die bodem hoort, op de plaats delict. Ander leuk voorbeeld om aan te geven dat die bodem ook bij anderen een rol speelt, is dit. Je ziet hier een bodemprofiel, die heb je waarschijnlijk bij jullie op school ook wel eens gezien. Alleen, iemand enig idee waar dit bodemprofiel genomen is? Ja, het staat er eigenlijk wel bij, in het PSV-stadion. Net voor de zomer werd ik gebeld door een meneer die vertelde dat hij van PSV was. En dat ze een museum aan het inrichten zijn, omdat PSV 100 jaar bestaat. En dat ze in dat museum eigenlijk wel wilden laten zien hoe die bodem eruit ziet. Want die bodem onder de grasmat in het stadion, daar zit een hele hoop apparatuur in. En daar wordt een hele hoop, worden een hele hoop maatregelen genomen om die grasmat op kwaliteit te houden. En daar werd ik gevraagd, samen met iemand van een ander instituut, om van de grasmat van het PSV-stadion een bodemprofiel te maken. Daar zie je hier het resultaat van. En je ziet daar dan in, daar zit dure drainage in, daar zitten verwarmingsbuizen in, daar zit beluchting in. En in het bovenste gedeelte van die bodem, daar zit ook nog het een en ander aan kunstmatigheid in, om die structuur van die bodem luchtig te houden. Want voor de PSV-grasmat geldt, maar dat geldt ook voor aardappelplanten in die bodem, als je het over bodemkunde hebt, eigenlijk is bodemkunde maar heel simpel, en dan wil ik het verhaal eigenlijk ook eindigen. Als je je verplaatst in behoeftes van een plant die je daarop wilt telen, in de behoeftes van een gewas dat je op die bodem wil verbouwen, dan kun je stellen dat die plant of dat gewas eigenlijk maar 3 behoeftes heeft, die wil continu van voldoende water met voedingsstoffen blijven voorzien. Die wil continu lucht met zuurstof hebben. Daarvoor is beluchting nodig. Want in die bodem daar wordt geen zuurstof geproduceerd. Dat zul je er van bovenaf in moeten brengen.
En die plant of dat gewas wil ruimte om te groeien. Als je aan die drie voorwaarden continu voldoet, dan heb je eigenlijk de hele bodemkunde in één zin samengevat. En daar gaan we het over hebben. Dus het gaat om water met voedingsstoffen, het gaat om lucht met zuurstof en het gaat om ruimte.